Judas was een van de 12 volgelingen van Jezus. Hij stapt uit zijn vissersboot en gaat Jezus volgen, maar is eerst wat afwachtend. Hij wil graag een grote inspirator waar hij achteraan kan lopen. En ziet in de scène met het proeven van het zout, als Jezus zegt, je kunt het zout van deze wereld zijn en smaak geven aan deze wereld, opeens in Jezus die inspirator. Judas gaat er helemaal voor. Maar dan, in de scène bij de Jeu de Boulhal, ziet Judas Jezus praten met een vrouw met een nogal bedenkelijke status. Waarom zou je als grote koning je bezighouden met die mensen die, nou ja, niet echt geslaagd zijn in het leven? En Judas begint te twijfelen. Volgens mij gaat het toch niet echt de kant op die ik voor ogen had. Die grote koning die uiteindelijk misschien het hele volk zou bevrijden van de Romeinen die nu de macht hebben gegrepen in het land, dat is Jezus dus toch niet. Jezus praat wel de hele tijd over bevrijding, maar dat gaat dan meer over bevrijding door goed te zijn voor elkaar en goed te zijn voor God en jezelf. Heel anders dan wat Judas voor ogen heeft. Uiteindelijk besluit Judas om Jezus over te leveren aan de mensen die Jezus al langer gevangen willen nemen. We zien hem dan een lied zingen in de zoutfabriek van Harlingen. Weer dat zout van de wereld. Maar wat is er met Judas gebeurd? Hoe geeft hij smaak aan dit verhaal? Sorry, ik wou dat ik het anders kon. We horen hem zingen, sorry, nog voordat hij het eigenlijk gedaan heeft. En dat is ook wel spannend om te zien. Als je vooraf sorry moet zeggen, waarom doe je het dan later toch? Maar die worsteling in Judas wordt zo heel goed zichtbaar. Hij is teleurgesteld en hij wil gaan voor de goede zaak. Dit moet gebeuren, want Jezus stelt toch iedereen teleur. Het is in de nacht dat Jezus gevangen genomen wordt als we hem, Jezus, met zijn vrienden en een groep soldaten op een brug zien staan. Die soldaten willen Jezus gevangen nemen, maar misschien wist niet iedereen precies wie ze moesten hebben. En daarom geeft Judas Jezus een kus. Het is een teken van deze man, die moet je hebben. Maar tegelijk is de Judaskus, zoals we die zijn gaan noemen, ook een duidelijk teken voor een lief gebaar, vriendelijk, met een verraderlijke ondertoon. Je doet iets aardigs, maar ondertussen draai je die ander een loer. Als Jezus uiteindelijk gevangen genomen is, komt Judas opeens tot inkeer. Hij denkt, oh nee, het was toch een goede inspirator. Stop! Ik heb een fout gemaakt. Ik heb iemand uitgeleverd die onschuldig is. Als Jezus uiteindelijk veroordeeld is, maakt Judas ook een eind aan zijn leven. Hij kan niet leven met de gedachte dat hij zijn beste vriend verraden heeft. Judas is een idealist en hij is helemaal voor het verhaal van Jezus gegaan. Maar toen dat verhaal anders bleek dan wat hij in gedachten had, werd hij teleurgesteld. Tot hij op het laatst zag dat die bevrijding ook op deze manier kon komen.